Pyroteam Delft. Leuk dat jullie kijken naar deze eerste nieuwe video van dit vuurwerkseizoen, jongens. We zijn er maandenlang uit geweest, maar vanaf nu zijn we weer helemaal terug. Ik hoop dat jullie ons gemist hebben. Ik wil jullie even vragen om alvast een like achter te laten. Laten we gaan voor zo hoog mogelijk aantal likes. Waarom? We hebben zo lang niet geüpload. Dus dan is dat algoritme van YouTube is gewoon fucked up nu. We nemen jullie mee naar het vuurwerk wat we hier hebben liggen. Deze. Oh, dit is die mix toch? Oh ja. Dus deze zitten wel vervelend verpakt, moet ik zeggen. Ja, vind ik ook, want we hebben dan deze ook. Alleen het vervelende is dat bij deze geen Nederlandse tekst op staat. Ja, dat is wel wat apart. Die zit alleen maar bij de grote verpakking. Ja, allebei van Funke. Weinig nieuwe dingen. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat Oud en Nieuw dit jaar doorgaat. Laat het weten in de reacties wat jullie denken. Wat denk jij eigenlijk dan? Gaan ze weer fucked up doen? Of? Ik denk dat we dit jaar gewoon kunnen kopen. Ja? Ja. Het moet wel, toch? Het kan ook gewoon niet voor de tweede keer, weet je? Om nou 3 jaar geen vuurwerk te kunnen kopen lijkt me echt sterk. Maar ja, je weet het nooit. Het leukste vergeet je trouwens. Wat dan? Oh, die mat. Hier hebben we een mat. Die hebben we even in elkaar gedraaid. Met een lintje. Oh ja, en we zijn ook speciaal voor jullie. Hebben we gewacht op een beetje schemer. Dat is altijd een lekkere sfeer. Vorig jaar waren we hier trouwens ook. Toen begin september. Een beetje hier zo een beetje stoken, toen kwam er nog politie. Mooi stukje, niemand last van. Wat hebben we ook nog? Zilverfontanen. Hebben we speciaal bewaard voor jullie. Weet je, die waren ook van vuurwerkbunker, hè? Ja. En van de Aldi. Oh, deze. Ja, die zijn ook ziek, hè? Hey, daarmee moeten we even wachten tot het iets van de Aldi. En deze, Knetter Kings. Badge. Want die van afgelopen jaar waren echt partij poep, jongen. Jij hebt nog alles teruggebracht. Ja. Heb je een aanstekertje? Ja. We beginnen gewoon met het matje, toch? Eventjes een beetje gerepareerd worden, man. Gerepareerd. En hij kan hem stoken. Het eerste stuk vuurwerk van 2021 die we op video afsteken. Voor jullie. Ja, dat is gek, hè? Hey. Ben gauw voor je. Kijk die rook, jongen. Sfeertje, hoor. Zilverfontanen. Oh, joh, daar hadden we er echt veel van vorig jaar, man. Oh, ja. Deze gaan hoog, hoor. Ja, man. Zo'n kleine dingetjes. Hoop dat je rechtop blijft. Maar wil dit jaar wel meer dan alleen kat 1, man, het auto nieuw. Zo. Fantastisch. En die babypijltjes kunnen we ook even proberen. Dit pakkie? Ja, is goed. Je moet wel uitkijken met deze dingen, gek. Jullie hebben het allemaal kunnen zien. Die gaan alle kanten op. Ja, beter gooi eens even een beetje die kant op. Ja, man. God, ik scheur hem helemaal verkeerd open. Zo! Ik dacht dat dat in het verpakking ging. What the fuck, gek. Ja? Yo. Oh, die was al ziek. Die hebben we nog niet eerder gehad. Nee, man. Die gingen ziek. Kijk hoe graag. What the fuck? Er was dus één met knetten, hè? Lekker, man. We doen even die grijze. Je gooit die komt hierheen, vriend. Ideaal, man. We hebben nog ook die andere pakjes, hè? Ja, daarom. Wacht voor. Oh, kut. Kut, sorry. Hey, wat doe je, man? Kut, sorry. Ja, jongens, moet je eens kijken hoe erg dat afgeeft hier op die weg. Ja, joh. Regenbuitje is er weg. Dit zijn die oude knetterkings. Oh, ja. Die doen veel, man. Die zijn goed, man. Je had het net over de nieuwe badge, maar... Ja, dit is wel die nieuwe. Dit is die oude badge, man.
nou? Als ze nou er echt beter van zijn geworden, dat... Ja, maar die van vorig jaar waren echt poep. Kijk, het gaat al gelijk aan. De fuck, man. Die dingen zien er echt goed, man. Eens even kijken hoe... Levensgevaarlijk. Oh nee. Die zouden we bewaren. Oh ja, dit pakje babypeltjes, man. Waren die van jou of niet? Nee, joh. Want deze schieten niet weg. Waren die van mij? Ja. Heb je €3,50 voor betaald, weet je nog? Hoeveel... Nou, deze schieten dan niet weg. Even om het seizoen in te luiden, jongens. Wel echt lekker sfeertje zo, s'avonds, man. Lekker stootsessie. Ik heb echt het idee dat ze slechter zijn geworden, man. Zo, oké, deze dan? Vind je niet? Die babybeltjes. Ja. Check dit. Deze. Ik ben kaarsgek. Dit is volgens mij een dummy, vriend. Kijk dit. Het is geen Fisco. Is... Oh. Tof. Lekker bezig. Ik ben echt benieuwd of auto nu dit jaar. Plus het ook gewoon echt precies bij de rest, hè? Hier hebben we de Bengaal Foyer Mix. Je gooit hem echt op de grond, maar dit zijn echt mooie dingen, man. Het lijken echt crazy robots hoe ze vallen. Ja, echt, hè. Holy shit. Een stuk blond naar mij, gek. Lijp, gek. Echt ziek. Deze blijven echt het beste, man. Kijk die rook ook, die eraf komt. Echt heel ziek. Lekker, man. Ja, daar gaan we dit jaar wel even wat pakjes van halen. Maar als dan... Nou, dat was het. Maar als het... Dat was het, jongens. We gaan weer. Nee, we gaan zo denk ik even die luftholers gewoon even in een heksenkringetje doen, toch? Hoppa, dit kan... Zo. Er zit een kracht achter die aanstekers, jongen. Zo. Ik ging echt naar jou. Ja, die hele onder. Rijdt even een Bentley langs, gek. Eerlijk, autootje van... Het is echt duur hoor, die auto. Gaat die weer hoor. 015. Op een rijtje zet hij ze. Oi. Je bent het verleerd, man. Allemaal heel pakje tegelijk. Oh ja, wacht. Wat een licht, hè, komt hier vanaf. Echt ziek. Ja, die dingen van Funke blijven toch wel het beste. Yo. Hier hebben we nog geen. Dit zijn dus die zilberfontanen. Ik ben benieuwd of ze dit jaar ook weer kat 1 zijn. Zo, poeh. Even eerst even deze. Ja, eigenlijk moeten ze wel rechtop staan, hè? Zonde. En jou, de heer? Ja, wat is de bedoeling? Heksenkringetje. Heksenkringetje, TPD. Even een heksenkring maken van deze luftholers. Zo. Ja. Dan oud vertrouwd heksenkringetje en dan erop. Ja jongens, het vuurwerkseizoen komt er weer helemaal aan. En gaan we voor de eerste keer in 2 jaar weer vuurwerk kunnen afsteken.
legaal. We gaan het zien, man. Of komt er een of andere Poolse variant? Die komt knallend binnen. Ja jongens, we ruimen even alles netjes op. We hebben een tasje bij ons. Zo hoort het. Want mensen vinden het natuurlijk niet leuk als wij hier alles vies maken. En niet opruimen. Dus ruim altijd je vuurwerk op. Kunnen ze ook niet zeuren. Ja jongens, dit was weer de video voor vandaag. De allereerste van dit seizoen. Volgende week zijn we weer helemaal terug met nieuwe video's, trips naar het buitenland en meerdere stookvideo's. Ik hoop echt dat dit jaar Oud en Nieuw doorgaat. Dus mochten jullie denken dat dat zo is of zo niet, laat het even in de reacties achter. Vergeet niet die like achter te laten jongens, dat is heel erg belangrijk voor het algoritme. En vergeet ons niet te volgen op Instagram, @pyroteamdelft. Want misschien gaan we wel weer stoken indoen of wat voor andere updates. En daar zien jullie op Instagram als eerste een update van. Thanks voor het kijken, we zijn weer helemaal terug. Volgende week weer een nieuwe video's. Tot volgende week.